een hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag en ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb met een projectgroepje afgesproken om nog even de laatste dingetjes te maken voor ons project. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar gewassen en Anne heeft er één weef uitgehaald. Dus die hangt niet meer in mijn nek, dat zit super fijn. Ik heb ook even een wasje aangezet, dus die moet ik zo nog even ophangen. Ik ga nu even eten en mijn brood maken en dan heb ik rond 9:45 met Tari afgesproken bij de brug. Het is nu 9:55, dus een klein beetje haast zoals altijd, maar het komt helemaal goed. Daar ben ik weer. Ik ga even mijn muziek zacht doen. Het is inmiddels 5:30 en wij zijn van 10 uur ongeveer, van 10 tot 3:30 op school geweest. We hebben het project bijna af, dus dat is heel erg fijn. Nog een paar dingetjes en dan kunnen we het wel inleveren. Daarna ben ik met Anne even de stad ingegaan, want ik had nog wat foto's nodig voor een aantal samenwerkingen. En ik wil die foto's nu dus even uitzoeken. Het zijn best wel heel veel leuke foto's geworden. Anne heeft de iPhone 13 en die maakt echt mooie foto's. Maar kijk, het zijn zeg maar, het zijn er echt heel veel geworden, dus... Ik moet even goed kijken welke oké zijn. En ik ga vandaag lekker makkelijk eten. Mijn horloge loopt dus niet goed. Op mijn horloge staat 5:30, maar het is al 6:30. Ik ga soep eten met stokbrood. En ik denk dat ik nog even een tosti erbij maak. Even makkelijk. Want morgen ga ik met Lieke en Jade weer eten gezellig. En dan ga ik vrijdag alweer naar huis toe. En dan ga ik patat eten. Want ik heb echt al vet lang geen patat meer van onze snackbar in Juliaandorp gehad. En die vind ik altijd heel erg lekker. Dus ja, daar heb ik gewoon zin in. Dan ben ik een weekendje thuis. En dan vanaf... Eigenlijk wil ik vanaf in het weekend al wel gaan leren. Want ik heb 13 april een toets. Dus ja, die wil ik natuurlijk gewoon halen. Maar ik heb ook nog een deadline voor verslagen en zo. Maar ik heb bijna wel alles af. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga nu even... Ik had laatst deze gekocht. Maar ik weet niet of het ook lekker is zonder wat op. Want ik had normaal huttenkees en avocado of tomaatjes en zo erop gedaan. Nu ga ik ze even droog eten, want ik heb een beetje honger. Maar ik wil even die foto's doen. En even bijkomen, want ik heb er niet gezeten vandaag. Ja, wel op school, maar dan ben ik vet intensief bezig. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga even die foto's uitzoeken. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. En... ik ben een ontbijtje aan het maken en er kwam net post binnen. Ik had twee zonnebrillen besteld bij Naked. En die zijn binnengekomen. Deze. En deze. Even kijken. Ja, ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar dit is hem. En er is nog iets anders binnengekomen. Namelijk sieraden. Even kijken of ik jullie hier neer kan zetten. Ik heb nog niet gegeten. Of tenminste nog niet ontbeten. Dat moet ik nog doen. En het is al 11:30. Ik was wel vroeg uit bed hoor. Maar ik heb van alles gedaan. Dan moet ik nog even een wasje draaien en zo. Maar goed, ik heb dus een pakketje gekregen van... Hoe heet het ook weer? Moonly Gold. Een sieraden bedrijfje. Even kijken of het makkelijk open gaat. En ik weet dus niet wat erin zit, want ik had wel mijn voorkeur aangegeven, maar ze hadden gestuurd wat er zeg maar nog op voorraad was. Omdat niet alles meer ervan op voorraad was. Nou, dit gaat wel een beetje lastig open. En het zou hier code oranje worden, maar daar zie ik nog weinig van. Misschien in andere delen van het land. Al zou ik het wel leuk vinden als bijvoorbeeld het einde van de dag het gaat sneeuwen of zo. Dat lijkt me wel leuk. Nou, het is in ieder geval goed vast. Ik heb hem open. Het pakketje. Het zit in een doosje. Oh, andersom. Kijk. Dit is dus het merkje. Even kijken. Oh, heel leuk. Heel leuk, ja. Ik heb, volgens mij had ik deze... Ik weet niet of je ze had gevraagd, maar ik heb in ieder geval oorbelletjes gekregen. Ik weet niet of je dat zo goed kan zien. Het zijn los hoor. Kijk. Deze dus. En, auw, oh, kramp mijn been. En een ketting.
deze ketting. Dus weer een mooie sieraad die ik kan toevoegen aan mijn collectie. Ik hoop dat deze niet te zwaar zijn voor mijn oor. Even kijken, want ik heb dus bij één gaatje die is een beetje uitgescheurd. Al heel lang. Ik wil er eigenlijk heel wat aan laten doen. Maar... oh nee, deze is niet zwaar. Kijk. Zo ziet hij dan. Ja, dit is... ja. Nou, heel erg leuk. Zal ik binnenkort even een foto maken. Als de zon schijnt, hoop ik, want dat vind ik mooier. En verder komt er geen ander pakketje. Ja, binnenkort een andere, maar niet vandaag. Ik moet even wassen zometeen. Ik zal trouwens de zonnebril nog wel even pakken. Dan kunnen jullie ook even zien hoe die staat. Kijk, dit zijn zeg maar die zonnebrillen. Zo kan je het wat beter zien. Hij heeft van die beetje panterprint. Hij is best wel groot, maar ja. Zit ook lekker laag. Ik vind hem leuk. Hij zit ook lekker. Soms heb ik bij naked dat de zonnebrillen wat te groot zijn. En dan valt het zeg maar van mijn gezicht af. Maar dat is niet zo. En deze vind ik ook heel erg leuk. Ja. Leuk voor de zomer. Ik kan nooit genoeg zonnebrillen hebben. Vooral op vakantie draag ik echt heel veel verschillende zonnebrillen. Dus ja. Ik ga nu mijn eten maken. Tenminste, mijn ontbijt. Ik zal even in het licht staan. Ik ga lekker een eitje bakken. Mijn brood roosteren met avocado. Dus ga ik even goed eten. Sorry, ik veel bijna. En dan ga ik even aan school werken. Zoals de rest van deze week. Ik zit aan mijn school te werken. En kijk, het sneeuwt. Nou, ik weet niet of je het kan. Of je het kan zien misschien daar. Ja, kijk, het sneeuwt. Hele natte sneeuw. Nou, dat is leuk. Maar dat blijft niet liggen hoor. Het is gewoon hele natte sneeuw. Maar ik keek naar buiten en denk, wat zie ik nou weer? Wel jammer. Ik had wel leuk gevonden als er een avondje gewoon even sneeuw zou zijn of zo. Mijn hoest is trouwens... mijn hoest is trouwens bijna weg. Dan moet ik mijn haar even. Mijn hoest is bijna weg. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb wel elke keer merk ik zeg maar in de avond. Dat het dan veel erger wordt. Dan krijg ik echt weer gewoon in mijn keel die kriebel. Wat echt super vervelend is. Maar ja. Ja, ik merk wel gewoon dat het minder wordt. Ik krijg nu ook niet mijn. Met deze nog steeds. Die binnenstukjes. Ja, binnenstukjes. Even, ik zet jullie echt op iets heel niet goeds hier, maar de tijd gaat best wel snel vandaag. Ik ben niet echt, ik wilde meer doen, ik moet even doorgaan vanzelf. Ik moet even een schop onder mijn kont geven. Ik wil ook nog even twee teksten schrijven voor mijn werk namelijk. En vanavond komen jullie Kenjade eten, gaan we zelf een filmpje kijken. Ik moet nog boodschappen halen. Dus ja, ik wou even laten zien dat het sneeuwde. Leuk. Oké, de sneeuw is blijft nu wel een soort van liggen. Kijk, het ligt nu op de auto's. En daar. Maar, ik ben goed aan het filmen. Ik ga niet naar buiten hoor, want daar heb ik geen zin in. Maar ik vind het wel heel grappig, want vorige week toen... zat ik volgens mij nog op het terras met Tari. Ik weet niet of dat precies donderdag was. Volgens mij was het niet exact donderdag. Maar wel echt vorige week. Het was super lekker weer zonder jas. En nu sneeuwt het. Echt een beetje apart. Maar goed. Ik ben nog lekker bezig voor school. En ik was nog vergeten om een tekst te schrijven. Die moet ik ook nog doen. Hoe laat is het? 4:15. Ja. Dat ga ik zo eventjes doen. Ik denk dat deze vlog echt weer in het teken gaat staan voor school. Omdat ik volgende week ook ga leren voor mijn tentamen. Er komen wel nog wat leuke pakketjes aan. Dus ik hoop dat ik dat een beetje kan combineren met elkaar. Dat, ik ben natuurlijk veel aan het leren. En dan af en toe nog een leuk pakketje ertussendoor. Ik ga zo trouwens even die oorbellen in doen die ik van Moonlinge. Hoe heet dat? Moonly. Mond. Ik kan het niet uitspreken. Nou, in ieder geval
Een beest die ik heb gekregen. Die ga ik zo even in doen. Ja. Nou, Jade en Lieke zijn hier nu en we zijn weer aan het koken. We zijn door de sneeuw heen gegaan. Kijk. Het is echt nu nog erger. Het was echt vreselijk op de fiets. Maar we zijn dus aan het koken. Kijk. Oh, het gaat helemaal fout. Gaat het fout? Nee, ja, het gaat fout. Nou. Maar die man was dus eigenaar van zo'n... Wordt vervolgd. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik heb morgen al school gehad. We moesten daar om 9 uur zijn. Het is nu 11 uur. Ik ben al een uur sterk bij stof gezogen en wat schoongemaakt. Want ik ga het weekend naar huis toe. Mijn moeder komt hier met een vriendin. Ik ga vanavond werken. Ik had gezegd dat ik weer kon werken en er was een dienst over. Dus ik ga even lekker bij de kinderopvang werken. Een avondje van 6 tot 11. En dan ga ik zondagmiddag weer terug naar Leeuwarden. En dan ga ik goed leren. Ik ga nu nog even wat voor school doen en voor werk. En dan neem ik de bus van 2 uur richting Julianendorp. Ik wilde trouwens nog even wat aan jullie laten zien. Want ik had laatst bij Naked. Mocht ik weer dingen uit. Oh, echt een beetje chips. Chips op mijn bank. Ik mocht bij Naked wat dingen uitkiezen. En dat heb ik natuurlijk gedaan. Even kijken. Gisteren had ik natuurlijk al die zonnebrillen laten zien. Maar ik had ook nog topjes uitgekozen. Deze. Zo'n soort corsetachtig. Maar hij rekt. Kijk, het is zeg maar zo'n rekstofje. Dus hij zit heel erg fijn. Dus dat is deze. Leuk voor uitgaan of in de zomer. Dan heb ik deze top. Die vind ik ook echt super mooi. Met gewoon lange mouwen. En dan heb je hier. Hoe noem je het? Ja, een koord waar je aan kan trekken. Waardoor het wat strakker en omhoog gaat. En dan heb ik nog een body. Maar die is denk ik wel meer voor de zomer. Die zou ik niet zo snel aandoen met uitgaan, denk ik. Maar nog even, ik heb hem wel aangehad. Kijk, op de achterkant, ik weet niet of je het kan zien, maar hij is helemaal open. Ik kan zo even een foto laten zien van het model die het aan heeft op de website. En dit is dus gewoon, ja, echt een top. Waar is mijn telefoon? Hier. Ik wou zeggen, ik had net mijn telefoon. Even kijken. Kijk, dit is zeg maar de achterkant van die body. En dit is die andere top, dat corset. En dan, kijken. Dan is dit die zwart-witte. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En er werd net bij mij aangebeld. Want ik had bij de Sarah had ik een bestelling gedaan. Ik sta er wel lekker half op. Maar ja. Ik had bij de Sarah een bestelling gedaan voor Koningsdag. Ik moet trouwens ook nog even naar de H&M. Maar. Ik vraag of mijn moeder dat wil doen. Ik had eerst een soort sport BH gekocht in het oranje. Omdat ik ook een foto moest maken voor Kingsland. Dat ik daar een samenwerking mee had. Maar die zit ook niet zo lekker en ik denk dat ik liever lange mouwen heb. Dus ik had bij de Sarah zag ik een leuke top. Kijk, gewoon deze. Wat heb ik op formaat? Een S. Waarom had ik geen XS genomen? Oh, er was alleen maar een S. Dat was het. Dat is deze. En die valt dan zeg maar net een beetje boven je broek. Ik denk dat ik dan, ja, moet even kijken wat voor broek ik aan doe. En dan met een leerjack eroverheen en dan die, die oranje zonnebril. Dan heb ik het in ieder geval niet koud, want ik heb best wel snel koud en met Koningsdag weet je het nooit. Eigenlijk altijd wel heb ik lange mouwen aan, dus dit vond ik echt heel erg leuk. Ik ga hem zo even passen. En ik had nog een pakketje binnengekregen van
kan je het zo zien? Ja, van dit merk. Telefoonhoesje. Kijk, ik kan nog mijn koffer inpakken. Nou, dat red ik wel. De telefoonhoesje gepersonaliseerd. Dus ook heel erg leuk. Zo, ja, ik heb nu mijn burgerhoesje. Die vind ik echt super fijn. Maar goed, dat heb ik ook gehad. Ik ga even die top pas. Ik hoop dat ik hem pas. Want ze hadden dus alleen maar de maten S, M, L en XL. Geen XS. Maar het is een vrij ja, dik stofje. Dus dat moet wel goed komen. En ik zal dit even opruimen. Dus ik heb even lekker een trui aangetrokken. Want het was een beetje koud. Ik had deze vanmorgen ook aan. Toen had ik het hier warm. Dat ik ging stofzuigen. En toen heb ik een blouse aangedaan. Toen ging ik weer zitten. Had ik weer koud. Dus ik heb nu weer een trui aan. Maar ik had het volgens mij niet aan jullie verteld. Maar ik kreeg laatst een mailtje van Manfield. Dat ze graag met me wilden samenwerken. En ik heb wel natuurlijk best wel veel bedrijven waarmee ik samenwerk. Maar zoals schoenenwinkel als Tango, Sasha, Manfield zijn echt wel ja, bedrijven waarvan ik denk van daar wil ik echt heel graag mee samenwerken. Ja, ik heb het ook wel eens gevraagd. En vooral bij Sasha dan. Sasha en Tango Shoes volgens mij. Maar dan zit het al vol of dan hebben ze geen nieuwe lichting nodig of wat dan ook. Dus ja, dan lukt het vaak niet. En toen had ik dat een beetje losgelaten. Ik dacht, nou ja, ik zie het wel. Misschien een keer. En toen kreeg ik dus van de week een mailtje van Manfield dat ze mijn profiel tegen waren gekomen. Dat ze graag met me wilden samenwerken. Dus dat was echt super leuk. Dat vind ik dan echt, dat zijn nou echt van die leuke dingen. Ik had de schoenen nog niet verwacht. Maar de bel ging net en ze zijn dus binnen. Ik ga jullie weer even neerzetten. Oh. Het is niet helemaal... Blijf staan. Ja. Ik vond het best wel lastig om te kiezen wat ik wilde. Ik dacht eerst sneakers, maar ik heb wel sneakers, laarzen. Ja, ik heb ook wel wat laarzen, maar ik wilde iets wat ik nog niet heb, zeg maar. Dus ik ben gegaan voor hoge crème laarzen. Kijken hoe het open gaat. Zit ook in vette grote doos. Even kijken. Oh. Volgens mij zijn deze al gedragen. Of althans, ja. Deze zijn beschadigd. Oh, heel erg. Nou. Dat wordt terugsturen. Ik heb dat één keer eerder gehad. Ook met een... met schoenen, ik weet niet meer van welk bedrijf. Dat waren dan Vans en daar zat allemaal op dat wit, zeg maar, op die onderkant, op die sol, zaten allemaal zwarte vegen en aarde en zo. En weet ik wat, dat het iemand gedragen, maar ik weet niet of je het kan zien, maar je ziet het niet op beeld. Het lijkt wel, het is echt heel erg beschadigd aan de voorkant, heel erg. Het is gewoon helemaal alsof iemand tegen een muur aan heeft zitten wrijven. Ja, dat vind ik zonde, ook al krijg ik het wel. Dan vind ik het zonde om kapotte schoenen te krijgen. Verder vind ik de schoenen wel echt super leuk. Maar ja, dat wordt terugsturen. En hopelijk krijg je nog een nieuwe in mijn maat. Kijk, want deze is wel oké. Okay. Ja, nee. Ik ga meteen eventjes... nee, er zit ook een kras op. Ik ga meteen even mailen. En dan... ga ik deze volgende week wat terugsturen. En dan hopelijk hebben ze nog in dezelfde maat deze laarzen. Maar goed, het zijn in ieder geval wel hele leuke laarzen. Ik ben er wel heel erg blij mee qua hoe ze eruit zien en zo. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag. En ik ben gisteren hier aangekomen. Julian, door mijn moeder had me opgehaald bij de bushalte. Toen heb ik nog even wat aan school gedaan en gegeten met mijn broertje samen met mijn ouders. En toen ben ik gaan werken van 6 tot 11 bij de kinderopvang weer. Dus dat was top. Vanmorgen heb ik rustig aangedaan, nog een aantal dingen gedaan en nu is het bijna 3 uur en ga ik even met Maarten zelf naar het strand toe. Het is best wel heel erg mooi weer bij ons, dus ik dacht daar moet ik even gebruik van maken. Ik mis het strand best wel erg als ik dan in Leeuwarden ben, dus als ik hier ben wil ik toch altijd wel even heen en ik heb Maarten ook alweer 2 weken niet gezien. Dus ik ga even snel mijn spullen pakken en dan komt ze zo weer heen rijden en dan gaan we lekker naar het strand toe. Thank you.
Goedemiddag, het is vandaag zondag en ik ben weer lekker in Leeuwarden zoals je ziet. Ik heb gisteren gezellig met Maud nog even op het strand wat gewandeld en wat gegeten en gedronken. Het was heel erg gezellig. En met mijn vader heb ik toen 's avonds een film gekeken. Het was echt een hele grappige film, HBO. Even kijken of ik nog kan zien welk dat was. Ja, het was deze. Nou, echt super leuk. Nu ben ik dus weer terug in Leeuwarden. Mijn vader had me even op de bus gezet. Ik had vanmorgen mijn wenkbrauw nog even geverfd. Dus dat zit ook weer top. En ik ga zo meteen mijn deadlines inleveren voor school. Ik heb morgen de deadline, maar ik heb nu al wel een soort van af. Dus ik wil het dan gewoon eigenlijk ingeleverd hebben. Ik kwam hier thuis. Mijn moeder had hier met een vriendin geslapen van het weekend. En er staan hele mooie bloemen. Kijk. Deze. En nog iets van Rituals. En een prosecco en ik denk paaseitjes. Die kleding die daar ligt, dat... alhoewel, volgens mij had ik dat laten zien vrijdag. Deze van de Zara voor Koningsdag, die heb ik nieuw. Maar de rest die ga ik weggeven, wegdoen. Ik had laatst via Selfie, ik weet niet of ik het goed uitspreek, ik ben even de naam een beetje kwijt. Kreeg ik een mailtje, dat is zeg maar een bedrijf, die sturen tassen naar jou op. En dan kan je je spullen erin doen. Je kan een tas doen wat gerecycled wordt of wat weggegeven wordt en een tas wat ze dan gaan verkopen voor jou. Je krijgt 40% van de opbrengst. Omdat ik een samenwerking met hun heb, krijg ik zelf gewoon het gehele bedrag. Maar ja, dat is echt super fijn. Want ik heb heel veel dingen op Vinted staan, maar ik merk gewoon dat Vinted de laatste tijd even niet meer zo erg werkt. Maar ja, ik loop hier wel, of die kleren liggen hier wel en ik wil daar eigenlijk vanaf. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat gaat werken. Ik hoop het wel. Ik krijg van de week of volgende week die tas. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat ligt nu een beetje rommelig daar. Maar goed. Ik ga nog even alles één keer nalopen van mijn verslagen en dan inleveren. En ik heb vanavond lekker poffertjes. Ik had zin in poffertjes. Lekker met poedersuiker. Ik weet alleen nog steeds niet goed hoe mijn magnetron werkt. Dat is echt heel erg raar. Hij maakt dus ook hele rare geluiden. Dus ik klik hem nu. Hij kan dan volgens mij maar 30 seconden en dan klik ik hem elke keer verder. Totdat het warm is. Dus nou ja. Het werkt ook. Maar goed, ik ga even lekker ook een ander chillpak aantrekken. Ik had nu, ik kan het even laten zien. Ik had nu gewoon deze leren broek aan van Naked en een truitje van Lovies. En ik moet echt even iets bedenken voor deze schoenen. Daar ook. Want mijn schoenenkast zit zeg maar vol. Ik twijfel om mijn schoenenkast naast te doen, maar ik... Dat gaat denk ik niet. Nou, ik denk niet dat het gaat. Kijk. Hier zeg maar dat schoenenkastje. Dan, alleen als je goed kijkt zie je dat... Nou ja, zie je niet. Maar die muur hier, die loopt een beetje bol. Dus dat gaat dan niet recht passen. En volgens mij als ik mijn deur opende, dan kwam hij precies voor hier. Dus ja, ik had er eigenlijk nog wel eentje naast gewild. Maar ja, ik denk niet dat dat gaat werken. Dus ik moet er even iets voor verzinnen. Want nu staat het echt midden in mijn woonkamer. Maar ja, ik heb gewoon niet zoveel plek. Ik heb ook al een paar schoenen onder mijn bed in die lades. Ja. Ik weet het niet. Nou ja, ik ga me even lekker omkleden. Avond. Of nou ja, het is 4 uur dus. Nog middag. Goedemiddag. Het is vandaag... Is het dinsdag? Ja. Het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren helemaal niks gefilmd. En vandaag ook nog niks. Ik ga zo even leren. Tenminste even een beginnetje maken met een hoofdstuk doornemen. En verder heb ik eigenlijk niet heel veel te melden vandaag. Dus ja, ik ga mijn vlog nog even editen ook. En dan begin ik morgen met een nieuwe weekvlog. Oh. Ik krijg weer een leuk pakketje van haarspullen.nl. Maar goed, ja, nee. Zoals ik vorige week, of in deze vlog ook al zei, ik weet niet wanneer ik het heb gezegd.
zullen deze vlogs een beetje in teken staan van leren. Al ga ik vrijdag wel iets heel leuks doen en zaterdag ook. Dus dat zijn wel twee leuke dingen. Maar dat gaan jullie in mijn volgende week vlog zien. Maar gisteren en vandaag niet echt heel erg belangrijk geweest om te filmen. Dus ja, ik ga nog even nu, ik denk anderhalf uur, beginnen maken met leren. Even mijn hoofdstukken doornemen uit dit boek. Dus ik weet niet of die hoofdstukken lang zijn om te lezen. Ik zal eens even kijken hoeveel bladzijden dus hoofdstuk 1 heeft. Oh, valt mee. Dan neem ik even de PowerPoint door en het hoofdstuk. Ja, nou, dat ga ik even lekker doen. Ik heb net mijn vlog geëdit en ik had natuurlijk nog niet afgesloten vanmiddag. Maar dat ga ik nu doen. Dus vond je het een leuke video? Vergeet niet je duimpje omhoog te doen en hier te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je graag volgende week weer. Doei!